Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Ja, bijna goede middag. Het is nog een paar minuten. Ja, 11:57 is het. Ja, dat... Ik wens jullie natuurlijk als eerste een heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Het is vrijdag, het is 6 april. Natuurlijk komt Astrid straks weer. Ja, en die blijft lekker mee eten. Ik zal zo meteen even een lekkere ribcarbonade bakken. Lekker kruiden. En we eten broccoli. En aardappelpuree denk ik dat ik erbij doe. Of patat, of weet ik veel wat. Het is maar net wat zij wil. En ja, we gaan er gewoon voor genieten. Het is prachtig mooi weer. Het is zeker nog wel koud, vind ik. Want het waait nog best hier ook. Aan de kust. Maar ja, wie ben ik? In ieder geval, we proberen weer het beste ervan te maken. En we proberen weer te genieten van elkaar, met elkaar. En wie weet gaan we leuke dingetjes doen. Ja, ik weet niet. We zien wel. Ook natuurlijk Facebook bijhouden. Momenteel. Teel ben ik een video aan het uploaden naar YouTube toe. Die wordt, ja, wanneer? De 11e geloof ik weer geplaatst. En dus, ja, dat gaat gangetje. Dat moet nog 1:28. En nou, daar zit dat juffertje. Hé, meisje. En dan net hier ook nog één en daar nog één. En de rood, die is buiten. Die loopt buiten rond te spoken. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ook van jullie dag. En ik hoop dat jullie ook van deze nieuwe vlog zullen mogen genieten. En natuurlijk allemaal ook veel kijkplezier, ja. En ja, daar is de buurman druk zijn schutting aan het verven. Dus ik vond het leuk om eventjes spieken. Ja, dat oude mannetje die is al ergens, weet ik veel, in de 80. En vorige week, zo mijn rot gelachen, had hij een emmer met sop. En dan was hij dat aan het soppen met een afwasborsteltje. Ja, doe je toch met een normale moeder, niet met een afwasborsteltje. Maar ja, wie ben ik? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Nou, Ferns, ik heb je spiegeltje schoongemaakt. Ja. Dus, maar er was één kraaltje losgegaan door het schoonpoetsen. Dus die heb ik net weer even vastgelijmd, Ferns. En nou moet hij dus eventjes nog weer goed doorharden. Dus het komt ook nog wel goed uit dat ik pas morgen de verpakkingsmateriaal kan aanschaffen. Ja, en dan andere week even versturen, hè, want zondag daar kan je niks beginnen. Helaas, pindakaas. Maar het spiegeltje komt jouw kant op, man. Met de kaars natuurlijk, de kaars staat op de eettafel. En niet hier. Maar dat komt goed. De lijmpistool legt af te koelen. De stekker is er al uit. Want ik moet zo meteen vlees bakken, want ik krijg straks weer mijn moderatrice, mijn vriendin, die mij ook mijn grote steun en toeverlaat, is in de 50PLUS groep op Facebook. En die blijft vrijdags altijd gezellig eten. Vandaar dat ik dus niet kan halen de verpakkingsmateriaal. Mits wij vanmiddag heel even het centrum in gaan. Maar het is koud en dan blijven we het liefst toch wel weer binnen. En vooral ik. Want ik heb artrose in mijn vingers en ik heb geen pijn om mijn gewricht, geen kou op mijn gewricht te hebben. Want dan ga ik verkrampen. Nou, dat wil je niet meemaken voor mij. Nee. Dan kan ik voorlopig weer een tijdje niks doen. En dat wil ik ook niet. Ik wil wel door kunnen gaan. Maar in ieder geval, ja. Ook de andere vrienden van mij van YouTube. Dat spiegeltje is verkocht.
Ja. Met deze leuke kaars erbij. Ook die spiegel is verkocht. Ja. En zo heb ik er boven nog drie leggen. Ja. En daar kan ik nou niet bij komen. Maar ik moet daar eerst van diegene geld hebben voordat ik het verstuur. Ja. Net zoals bij andere sites. Zoals, laten we eens wat noemen, AliExpress. Wie kent die niet? Ik maak reclame, maar ik word er niet voor betaald. Nee. Was maar geen leugen. Maar in ieder geval is AliExpress en Wish en bol.com, weet ik hoe het allemaal mag heten. Moet je met 9 van 10 keer eerst betalen voordat ze hun versturen. Ja, nou en dat vind ik groot gelijk, want het kost mij geld om de boel aan te schaffen. Nou ja, ik heb ook maar een uitkering. Moet er ook om denken wat ik doe. Dus ja, ze moeten dat zelf gaan betalen. Ik maak die spiegel. Nou, dat moet ik ook allemaal kopen. Het materiaal. Ik moet de inpakmateriaal kopen. Kun je wel zeggen, ga je toch naar de supermarkt? Nee, dat gaat niet, want het is breekbaar. Dat moet in een passend doosje. Want dan heb je weer een te klein doosje, dan heb je weer een te grote doosje. Dat gaat niet. Nee, daar moet je mee uitkijken. Kijk, moet je nou iets versturen wat niet breekbaar is? Nou ja, oké. Hè? Dan vind ik het niet erg om het ook bij de supermarkt te halen. Maar in dit geval, ja, dan moet je echt zorgvuldig inpakken. Ik heb ook van het bubbeltjes plastic al. Dat ligt daar bovenop mijn koelkast. Ja, dus... ja, dat is van het bubbeltjesfolie. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Dat... Ik ga morgen eerst even dat inpakmateriaal halen en komt het vast dus zeker goed. Ze zeggen lieve vrienden, tot later. En daar zit er eentje te wachten totdat er wat op de grond valt. Want we gaan lekker eten, ja. Dat Astrid die is er ook en die zit ook al lekker te eten. En ik hoop dat het haar mag smaken, want we hebben broccoli met een eitje erdoor. Aardappelpuree en wat voor vlees zei ik nou? Nou ja, dat hadden jullie vanochtend al gezien. Dat is carbonade. Een carbonade. Nou, en natuurlijk mag mijn koffie niet ontbreken. En mijn wijntje niet. En voor ieder een half eitje er nog bij. Dus dat kan de gang gaan. Dus wij gaan lekker eten. Ja, lieve vrienden, en ik heb weer een spiegel klaar. Met sterretjes. Helaas heb ik geen sterretjes meer. En die kan ik momenteel ook niet krijgen. Dus ja. En deze spiegel is ook al verkocht. Ja, en dit keer door mijn liefhebbende dochter Karin van der Werf. Die wil dolgraag wou ze eentje met sterretjes en schelpen hebben en vlinders. Want vlinders hebben voor ons een betekenis. En ik denk voor velen meer. Dat betekent dus een nieuw leven, hè. Dat, nou ja, en we zijn ook beide gek voor schelpen, ook dat. Maar ja, ik ben ook weer gek op rozen zelf. Maar zij wou dus dit graag hebben. Nou, hij is klaar, lieve schat. Dus ja, je weet wat je te doen staat. Het staat op de site ook in de groep. Dus weet je het uit je hoofd niet, lees je dat maar even. En ik ben er zelf weer uiteraard zeer trots op. Want het zit allemaal goed. En je kan hem zo wel ophangen, want er zitten van die stickertjes achter. En je kan hem ook op tafel leggen met een kaars erop. Ja. En dan zou ik zeggen, u zet er een groene kaars erop of een blauwe. Ja. Dat, ik had er net voor de gein even een groene kaars erop, maar die groene kaars is verkocht. Die komt bij een spiegel, maar dan moet ik eerst die vrouw wel spreken. Dus, dat, kijk, en dan is het alweer heel wat anders. Zo heem als plateau. Dus, toppie toch, maar je kunt hem ook ophangen tegen je muur op in de wc of waar dan ook. Ja, ja. Dus ja,
lieve vrienden, deze is dus voor mijn dochter. En nogmaals, ik heb geen sterretjes meer. Nee, helaas. Dus, pech voor degene. Als ze er weer zijn, de sterretjes, dan laat ik dat uiteraard weten. Van er zijn weer sterretjes. Maar in ieder geval, nu momenteel niet. Ik kan ze niet krijgen, ik heb ook al gekeken, ik heb al gevraagd, maar ze waren er niet en voorlopig ook niet. En ik krijg vanzelf te horen wanneer wel. En daar hebben we onze rode raker. En mrauw. Dat, ja, lieve vrienden, ik zeg tot straks. En ik zal... Even aan het werk, want ik heb dorst, ik heb zin in koffie en ik moet de troep hier opruimen, overal ligt wel wat. Dus ja, ik zeg tot straks. Goedenavond lieve vrienden, ja het is alweer avond en de vrijdag is voorbij. Astrid is al lang alweer naar huis, ik heb al een spiegel gemaakt en ja... Mijn hondje die bewaakt zijn eten. Ja, ik zal even proberen dat te doen. Daar legt hij. Want niemand mag aan zijn eten komen. Nee, en daar heb ik zelf ook niet zoveel zin. Maar ja, dat kan gebeuren, hè, ja. En ik zit naar The Voice of Kids te kijken. Oftewel, de battles van de kindertjes. En dat vind ik altijd wel weer leuk. En ik ben gelijk bezig om deze vlog weer in de... Oh, heet dat ding. De ene keer weet ik het wel, de andere keer weet ik het niet. De videopad, haha. Te zetten, zodat hij zijn werk zo meteen kan gaan doen. Dus deze komt er nog even bij. Deze is gelijk ook de afsluiter van deze vlog. En dat is, oh jee, ik weet niks uit mijn hoofd momenteel. Nee, dat heb je wel eens. Dat is mijn hand, ook dat nog. Ik moet mijn muis hebben, moet ik het links doen en ik ben niet links. Ik ben, jeetje, hoe doen we dat? Zo even. Dit is vlog 145. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, allemaal... Een hele fijne avond. Dat vooral. Voor vanavond later welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En het uiteraard Godzegen. En ik zeg bij deze een heel fijn weekend. Ook dat nog. En ja, geniet van alles wat je doen gaat. Ze beloven met de weersverwachtingen dat het met weekend mooi weer zal worden. Hogere temperaturen, nou eerst zien dan geloven. Dat zeg ik altijd, want ik vond vandaag niet warm. Nee. Maar wie ben ik? In ieder geval, een fijn weekend en tot de vlog 146. Ja. Ik dacht dat ik al in de 50 zat, maar kennelijk niet. Nee. Ik dacht dat ik al de 50 gepasseerd was. Maar dat, volgens mij was ik dat ook gepasseerd. Dus ik weet het allemaal niet. Ik moet het even nog nagaan. Ik ben het boekje even een beetje kwijt daar van boven. Ja, komt ook. Ik ben lang niet in orde. Steeds beroerd, misselijk. En met je hoofd ergens anders bij. Dan kan het gebeuren. Dus ik ga het nog even uitzoeken. Voordat ik de vlog in de videopad doe. Want vlog 145, volgens mij zit ik hoger. Ja, over de 50 zit ik al. Ja. Dus dat ga ik nog even uitzoeken. Dat lieve vrienden, tot later. Ja, hoe dom hè? Het is dus niet 145. Nee, de twee cijfers had ik even omgedraaid. Het is 154. Ja, 154. Dus ja, hoe dom. Sorry. Ik kan iedereen overkomen, denk ik. Ze zeggen wel trusten en tot de vlog 155. Nou moet ik hem goed hebben. Ja. Doei doei.